Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over het vegetarisch en vegan dieet. Er zijn diverse vegetarische voedingspatronen. Het is een spectrum van alleen geen vlees eten, tot helemaal geen dierlijke voedingsmiddelen eten en gebruiken. Deze voedingspatronen kunnen gezond zijn, maar hoe meer dierlijke voedingsmiddelen er vermeden worden, hoe meer aandacht er besteed moet worden aan de volwaardigheid en variatie van het voedingspatroon, zodat je geen voedingsstoffen tekort komt. Dit is extra belangrijk voor kwetsbare doelgroepen zoals kinderen, zwangeren en ouderen. Mensen eten vegetarisch vanwege bijvoorbeeld de gezondheid, dierenwelzijn of het milieu. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een vegetarisch voedingspatroon een positief effect heeft op de bloeddruk en geassocieerd is met een lager risico op coronaire hartziekten. Er zijn diverse vegetarische voedingspatronen. Het is namelijk een paraplu-begrip. Een flexitariër eet soms vlees, maar een aantal dagen in de week niet. Een lacto-ovo vegetariër eet geen vlees of vis, maar wel zuivel en ei. Een pescotariër eet geen vlees, maar wel vis. En een veganist eet en gebruikt geen dierlijke producten. Daarentegen eet een omnivoor wel vlees. Vlees, vis, zuivel en eieren bevatten belangrijke voedingsstoffen. Deze voedingsmiddelen kunnen daarom niet zomaar weggelaten worden uit het voedingspatroon. Als je vegetariër bent, is het daarom belangrijk om op zoek te gaan naar volwaardige vervangers. Binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum worden hiervoor alternatieven gegeven. Vleesalternatieven met voldoende eiwit, ijzer en vitamine B12, zijn eieren, vis, sommige vegetarische stukjes, balletjes of burgers. En vleesalternatieven met voldoende eiwit en ijzer, maar zonder vitamine B12, zijn peulvruchten, tofu, tempeh, noten, pinda's en pitten. Vitamine B12 kan dan gesuppleerd worden. Visalternatieven bestaan niet, maar je kunt wel de vis vetzuren EPA en DHA binnenkrijgen via visoliecapsules. Zuivelalternatieven zijn plantaardige vervangers met toegevoegde calcium en vitamine B12, zoals sommige soorten sojamelk. Een één op één alternatief voor eieren is er niet. Wel kunnen de eiwitten, vitamines en mineralen uit andere bronnen worden gehaald. En als er verder alleen maar plantaardig gegeten wordt, kan vitamine B12 gesuppleerd worden. We zullen een aantal belangrijke voedingsstoffen waar je op moet letten bij een vegetarisch en vegan dieet uitlichten. Laten we beginnen met eiwitten. Eiwitten uit plantaardige bronnen worden minder goed in het lichaam opgenomen dan eiwitten uit dierlijke bronnen. Om deze reden moet je als vegetariër meer eiwitten eten om aan dezelfde hoeveelheid essentiële aminozuren te komen. Essentiële aminozuren zijn bouwstenen van eiwitten die via de voeding moeten binnenkomen omdat het lichaam ze zelf niet kan maken. Voor de gemiddelde Nederlander is de eiwitnorm gesteld op minimaal 0,83 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag. Voor vegetariërs moet je dan plus 20% doen, oftewel 0,996 gram per kilogram per dag. En voor veganisten is het plus 30%, oftewel 1,08 gram per kilogram per dag. Plantaardige eiwitrijke voedingsmiddelen zijn pulvruchten, granen, sojaproducten, mycoproteïnen zoals koorn en sommige kant-en-klare vlees- en melkvervangers. Als er geen extra aandacht wordt besteed aan de eiwitinname bij dit dieet of als er strikt veganistisch gegeten wordt, kan er een gebrek aan essentiële aminozuren ontstaan. En dat kan leiden tot verlies van spiermassa, immuundeficienties en groeivertraging bij kinderen. Als je vegetarisch eet, is het ook belangrijk om voldoende kilocalorieën te eten. Als je dat niet doet, dan kan dat leiden tot spierafbraak. Vegetariërs hebben door de hoge consumptie van granen en groenten, fruit, pulvruchten een hogere vezelinname dan omnivoren. En dat is gezond, maar ook erg vullend. En daardoor kan het moeilijker zijn om voldoende te eten. Probeer in dat geval kleinere porties aan te houden en meer verspreid over de dag te eten. Vegetariërs lopen een risico op een tekort aan omega-3 visvetzuren, EPA en DHA onder andere omdat de inname van deze voedingsstoffen lager is dan bij omnivoren. De gevolgen hiervan zijn nog niet goed bekend. Een lage DHA-status in de groei, bijvoorbeeld bij kinderen, zou wel negatieve invloed kunnen hebben op de neurologische ontwikkeling van het netvlies en het zenuwstelsel. Regelmatige consumptie van vis, of het suppleren via visoliecapsules, kan voor voldoende hoeveelheden EPA en DHA zorgen. Naast de omega-3 vetzuren is het belangrijk om niet te overdrijven met hoeveelheden boter, kaas, plantaardige hamburgers en dergelijke, omdat dit leidt tot een hoge verzadigd vetinname en dat verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Als je vegetariër bent, dan is je botgezondheid kwetsbaarder dan bij niet-vegetariërs. Dat komt door de kans op lagere inname van eiwitten, zoals we net bespraken, maar ook calcium, vitamine D en vitamine B12. Bij een lage calciuminname via de voeding wordt er calcium vrijgemaakt uit de botten om het calciumniveau in het bloed op peil te houden. Dat leidt onder andere tot een afname van de botdichtheid en een verhoogd risico op botbreuken. Het risico hierop is het hoogst bij veganisten. Het is daarom belangrijk om via andere bronnen voldoende calcium binnen te krijgen. Denk daarbij aan verrijkte plantaardige dranken zoals sojamelk en voldoende groenten zoals broccoli en Chinese kool. Pulvruchten, noten en zaden. En gebruik indien nodig een calciumsupplement. Ook is de vitamine D-status een bepalende factor voor de calciumopname uit de voeding. Daarnaast is het belangrijk voor de werking van spieren, zenuwgeleiding en het immuunsysteem. De belangrijkste bron van vitamine D is zonlicht. Maar het zit ook in voeding. Bij een vitamine D tekort heb je een hoger risico op spierkrampen. Vertraging van de groei, botafwijkingen en een verhoogd risico op botbreuken. Bij zuigelingen, kinderen, ouderen en zwangeren is de kans hierop het grootst. Mogelijk ook bij vegetariërs. Ga daarom dagelijks tussen 11 en 3 een kwartier tot een half uur in ieder geval met je hoofd en handen onbedekt naar buiten voor voldoende zonlicht. Daarnaast zit vitamine D veel in dierlijke vette voedingsmiddelen die door vegetariërs meestal niet gegeten worden, zoals vlees, vette vis, eigeel en boter. Lacto-ovo-vegetariërs kunnen gebruik maken van verrijkte producten zoals halvarines en margarines, zuivelproducten en eigeel. Als je veganist bent kun je gebruik maken van bijvoorbeeld verrijkte sojaproducten. Mocht je daar niet aan kunnen voldoen of val je in een andere doelgroep voor vitamine D-suppletie, dan is het aan te raden om dagelijks een supplement met vitamine D te nemen. Vitamine B12 is belangrijk voor de aanmaak van DNA, oftewel DNA-synthese, de aanmaak van rode bloedcellen en het speelt een rol voor myeline in het lichaam. Myeline is een vettige stof die de isolatielaag vormt rondom zenuwcellen. Vitamine B12 zit alleen in dierlijke voedingsmiddelen, waardoor de kans op een tekort bij veganisten groot is. Je hebt dan een groter risico op een macrocytaire anemie, dat is een vorm van bloedarmoede, en neurologische klachten, zoals tintelingen in de vingers. Vegetariërs kunnen door het gebruik van bijvoorbeeld zuivel, kaas en eieren wel nog voldoende vitamine B12 binnenkrijgen. Als veganist kun je kiezen voor vitamine B12-verrijkte plantaardige dranken. En ook wordt er geadviseerd om vitamine B12 supplementen te nemen. Dit is extra belangrijk voor zuigelingen, kinderen, adolescenten, zwangeren, lacterenden, oftewel mensen die borstvoeding geven, en ouderen. Daarnaast is bij vegetariërs de kans groter op een te hoge natriuminname. Natrium is in de voeding onderdeel van natriumchloride, oftewel keukenzout. Het wordt gebruikt als smaakmaker, maar een te hoge zoutinname kan leiden tot een te hoge bloeddruk. Er zit veel zout in bijvoorbeeld brood, kaas, saus, kant-en-klare producten en in vleesvervangers. Het helpt om zoveel mogelijk zelf te koken en zo min mogelijk zout te gebruiken tijdens dat koken. En te kiezen voor voedingsmiddelen zoals de vleesvervangers eh, met minder zout. Een tekort aan ijzer kan leiden tot bloedarmoede. Zowel dierlijke als plantaardige voedingsmiddelen bevatten ijzer. Als je vegetariër bent, kun je ijzer binnenkrijgen via bijvoorbeeld eieren. Als je veganist bent zijn de belangrijkste bronnen van ijzer pilvruchten, noten en zaden, volkoren granen en bepaalde groene groentes zoals spinazie en gedroogde abrikoos. Een tekort aan zink is zeldzaam, toch is de kans erop iets groter als je vegetariër bent. Het kan onder andere leiden tot afwijkingen aan de huid, slijmvliezen en het skelet en een achterblijvende groei en ontwikkeling van het geslacht. Als je vegetariër bent, is het belangrijk om voldoende zink binnen te krijgen via noten, volkoren graanproducten, pulvruchten, rijst, groenten en sojaproducten zoals bijvoorbeeld sojamelk. Bij een zinktekort kan er gebruik gemaakt worden van een zinksupplement. Een tekort aan jodium heeft gevolgen voor de schildklier. Die kan trager gaan werken en opzwellen. Dat wordt een struma of krop genoemd. Voor alle soorten vegetariërs is het advies om brood met gejodeerd zout te eten en om jodiumhoudend keukenzout of Jozo-zout te gebruiken en alleen voedingssupplementen met jodium te gebruiken onder begeleiding van een deskundige. Lacto-ovo-vegetariërs, lacto-vegetariërs en pescotariërs kunnen bovendien gebruik maken van melk en melkproducten, eieren, vis, zeevruchten en schaaldieren. Vanwege de vele aandachtspunten bij een vegetarisch voedingspatroon is het advies aan met name de kwetsbare groepen, denk aan zuigelingen, kinderen Zwangeren, mensen die borstvoeding geven en ouderen om hierbij begeleiding te vragen aan een diëtist. Het is namelijk goed mogelijk om vegetarisch of veganistisch te eten, maar je moet wel extra letten op de juiste voedingsstoffen. Daarbij moet worden opgemerkt dat een strikt veganistisch voedingspatroon wordt afgeraden bij jonge kinderen, zwangeren en bij mensen die borstvoeding geven. Voor hun zijn de gevolgen van de tekorten namelijk het grootst. Bekijk ook de rest van de voedingsserie en natuurlijk bedankt voor het kijken.